Zo, morgen heb ik wedstrijd. En Blondie is een beetje grijs geworden van viezigheid. En ik heb hier een hele emmer gevuld, want ik ben gisteren naar de horse store geweest. Dan heb ik het gelijk helemaal leeg gekocht. Hier wat spulletjes en ook nog wat spulletjes dat ik zelf had. En dat ga ik vandaag gebruiken om Blondie te wassen. Blondie, doe maar niet. Lieve schat, laat maar los. 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 Wij gaan maar wassen. Wat ik in mijn emmer heb is appelboter. Dat is voor haar mondhoekjes. Dan heb ik staartspray. Van hetzelfde merk heb ik ook shampoo. En dan heb ik hoefolie. Een borstel. Strikjes. Morgen. En van Sectolin nog een klein beetje. Hoe heet het nou? Shampoo. Een spons. Petadina. En een hoevenborstel. En een emmer. Kom hier mee, Bonnie. En dan gaat Lief goed deze keer. Hier is een hartstikke lief paard. Niet mij omver lopen, alsjeblieft. Ho! Wat er eng is. Ja, we gaan in ieder geval even haar mama laten zien hoe smerig ze zijn. En haar staart. De benen zijn echt ongelooflijk vies. En de staart heeft niet eens meer de kleur van haar zelf. Zo, zijn we op de spuitplaats. Ik heb hier, ik, 5 muntjes van 1 euro voor warm water. Maar ik ga beginnen met koud water voor haar hoeven. Ik begin met hoe. Ik begin met de hoeven, omdat dit het makkelijkste is. En hiervoor heb ik nog koud, hiervoor kan ik nog koud water gebruiken. Dus dan is dat wel handig. Zo, nou dan ga ik het eerste muntje erin doen. Zo, zet ik hem aan, want dat duurt heel even. Ga ik er de benen gaan wassen met Petadina, want die zijn ook wel heel erg vies. Zo, dit stinkt. Ja, hij moet dat zo. Ik ga nu proberen de Petadina open te krijgen. Deze krijg ik meestal niet open. En dan duwen ga ik haar... en draaien tegelijk. Kun je het proberen? Nee. Wat is dat? Wat staat er aan? Nou, dan ga ik haar beentjes wassen en ja. Ik ga haar staart nu doen. Hij is al nat. En dat doen we nu met een grote shampoo. Ik pak lekker wat van, want ze heeft echt een hele lieve staart. En dan lekker inzoeken. Ik ga hem nu weer uitspoelen en daarna nog een keer inzeven, omdat hij zo vies is. Gaan we voor ronde 2. Zo, haar hoefjes en alles zijn schoon. En nou, dit is het eindresultaat. Ze heeft weer witte manen.